Rubble! Ja! Ruff, net! Goed gedaan, Jake! Inderdaad, Biggies. We gaan weer terug naar huis. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Fijn dat jullie er zijn, pups. Winnie Winnington's busje is onbestuurbaar. Oh nee, mijn busje! Het botste tegen andere voertuigen en veroorzaakte veel schade. Oh nee! Dus voor deze missie wil ik... Rubble. Gebruik je kraan om de voertuigen los te trekken. Rubble is weer aan de rol! En Sky. Gebruik je helikopter om Winnie en Roosterio te zoeken in het bos. We gaan de lucht in! Oké, Paw Patrol is niet te dol! Arme wagens. En wat is die vloeistof op de grond? Limonade. Wie had gedacht dat er iets in die grote beker zat? Nu eerst de wagens lostrekken en Danny's fiets. Rubble? Doe ik! Je had me moeten zien, Ryder. Ik sprong over Winnie heen vlak voor ze tegen me aanbotste. Oh nee, Cordy zou hier moeten landen. Maar er is te weinig ruimte voor het landingspunt. Ik zie het, Ryder. Het is te nauw hier. Oeh, waar het niet breed is, moeten we omhoog. Omhoog? Wat moeten we daarvoor bouwen, Rubble? Er is geen tijd voor uitleg. Vertrouw me maar en volg mijn aanwijzingen op. Eerst moeten we het oude landingspunt demonteren. We gaan de materialen hergebruiken. Weggooien? Natuurlijk niet. Zuma, Barbouw gaat in de grond. Brad en Jace, jullie zetten de palen in die gaten. Rocky, je weet wat je moet doen. Woef, schroevendraaier. Ik zie Cordy's ruimteschip. Het tempo moet omhoog. Kapitein Cordy rekent op ons. Rubble, het is gelukt. Dit is de stoerste landingsbaan ooit. Een dubbele Rubble spiraalbaan. En nog net op tijd. Daar komt ie. Alsjeblieft. Is Captain Cordy in orde? Hij is geland en hij is veilig en wel. Dank je, Ryder. Je hebt ons gered. Rubble verdient de meeste dank. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Top dat jullie er zijn, pups. Emmy en Eddie zijn op bezoek bij de boerderij en ze zijn niet gewend aan dieren. De kinderen zijn ergens van geschrokken en op de vlucht geslagen. We moeten ze opvangen voordat ze verdwalen in het bos. Dus voor deze missie wil ik graag... Jace, jij gaat met je megafoon en herderstalent de dieren ophalen. En zeg Emmy en Eddie dat ze niet hoeven weg te rennen. Jace zit er bovenop. En Rubble,
Ik wil dat jij met je bouwkunsten een omheining maakt voor de weggelopen dieren. Rubble is aan de rol! Oké, Paw Patrol is niks te doel! Chase, Rubble, bouw jij een omheining voor ze? Rubble is aan de rol! Super Bubs, nu snel op naar Emmy en Eddie om te zorgen dat ze veilig zijn. Oh, een bal! Heb het! Huh? Machinist Ed meldde net dat de trein met alle kermisattributen vastzit in de tunnel. Ah, oh, alle kinderen zullen zo teleurgesteld zijn. Alle pups, denk ik ook. Daarom zorgen wij dat de trein bij de kermis komt. Dus voor deze missie wil ik... Rubble. Jij kunt met je boor de tunnel breder maken voor de trein. Rubble is aan de rol. En Rocky. Jij kunt met je heftruck alle kermisspullen weer op de juiste plek zetten. Groen is gaan. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Thank you.
Wat een slecht moment voor treinpech. De hele stad zit te wachten. Het komt wel goed. Waar zit je precies vast? Oh, ik zie wat het probleem is. Rubble, kun jij de tunnel verbreden? Om de kermis te redden? Echt wel? Boor! Rocky, zet jij die lading weer terug op zijn plek? Dan kan die trein weer doorrijden. Dat ga ik doen! Paw Patrol, jullie zijn de beste! Wat denk je ervan, Ryder? Mooi, Rubble. En die treinwagon is ook bijna klaar. Ik moet nog één ding inladen. Kom eens, jongens, dit moeten jullie zien. Ik ben wel een beetje wiebelig. Ik ook. Vanwaar die grote ogen, Ryder? Omdat mijn benen kort zijn. Wat is er mis met korte benen? Goed gedaan, jongens. We zijn klaar. Eens kijken of het nu weer werkt. Oh! Ach, ik moest toch nog douchen voor de show. Bedankt, Paw Patrol. Nu krijgen mijn planten weer genoeg water. Als je de waterleiding raakt, blaf dan om hulp. We gaan er vandoor. Op naar de talentenjacht. Oh! Succes, pups! Geef niet, Marshall. Je hoeft niet te zingen als je niet wil. Maar ik wil de Paw Patrol Band niet teleurstellen. Ja! Yes! Ik ga een gat, blaffen op los. Ik haal een stok en ren door het bos. Zoek een bot in de natuur, slaap in mijn mand bij het haardvuur. En wil je mijn hulp? Bij een noodgeval. Dan kom ik eraan, ja, want roep je mij. Dan kom ik eraan. Zorg dat ik je hel hoor. Oh! Iedereen blaf, blaf, blaf. Mond in de lucht, laat maar zien nu. Zorg dat ik je hel hoor. Pups klaar voor actie, Ryder, meneer. Ryder, man, deze truckstop is helemaal... Ik vind het uitzicht vanaf hier geweldig. Ja, we zien hier de snelweg en het verkeer. En we zien zelfs de uitkijk. Die is helemaal daar verderop. En die storm die eraan komt. Fijn dat jullie mijn grote verrassing leuk vinden. En daar komt ook nog eens een grote missie bij. De trein is van het spoor geraakt toen hij de berg opklom... om materialen te brengen om de kapotte dam mee te maken. Dat lijkt me een gigantisch grote chaos. Wij moeten ervoor zorgen dat die haalbalken en de cementblokken... bij de onderhoudsploeg van de dam komt, zodat die gemaakt kan worden. En dat moeten we doen voordat de grote storm hier is. Dus voor deze missie wil ik... Rubble! Alsjeblieft! Ik wil dolgraag mijn bouwtalenten gebruiken om te helpen. Maar ik weet niet helemaal zeker hoeveel spullen mijn bouwwagen kan dragen. Maak je daar maar geen zorgen om, Rubble. Want elke pup krijgt vandaag een grote truck. Grote truck! Net als Eel. Dus, Rubble, jij gebruikt de kraan van je nieuwe grote truck... om die gevallen materialen op te tillen en ze in te laden in je trailer. Rubble is aan de rol en doet het voor de lol. En Rocky. Ik wil dat jij je truck gebruikt en die locomotief repareert. Groen is gaan. Hé, hey, fijne makkers. Ik ben onderweg naar de ontspoorde trein en klaar om te helpen. Dat is geweldig, El. En als wij de materialen naar de dam brengen, kun jij de andere pups wat truckertips geven. Tuurlijk. Ik laat ze graag zien hoe je met de vlam in de pijp rijdt. Dat is truckertaal voor heel hard rijden. Dat is een dikke 10-4 en ik vertrek met plezier. Doet, doet! Truckpups is niet te dol. Rubble!
Maar als Rubble dus daar zit dan... jij bent Rubble niet. Je hebt gelijk. Het is een alien, Rubble. Rubble heeft een dubbelganger. Wow, Rubble's dubbelgangergast. Jongens, ik hoop dat jullie me horen. Ik heb hulp nodig. Onze Rubble is nog steeds buiten. We moeten hem redden. Snel. Sky, vlieg uit en hou die schotel stabiel. Deze ruimtepup gaat vliegen. Rocky, Chase en Zuma, jullie moeten Rubble uit de schotel bevrijden. Doen we. Rubble. Wow. Sky. Wat ben ik blij je te zien. En ik ben blij om de echte jou te zien. Rocky, Chase, Zuma, jullie zijn er ook. En klaar om te helpen. Wop, grijp haar. Wop, net. Spring maar, gast. We moeten je uit die smurrie trekken. Rubble is aan de rol. Oké, Paw Patrol is niet te dol. Om het schip te stabiliseren. No. Ren naar de boeg. De boeg. Naar de steven, dat zei ik. Waarom luister je niet? Oh, balanceer de bewegende boeg. Ruff, drone. Volg de route van de platvis. We zagen hem daarheen vliegen. Daar zijn ze. Dat ziet er niet goed uit. Sky, we hebben je hulp nodig. Chase en Rubble, kom mee. Dit is mijn schuld. Ik wilde echt niemand laten schrikken. Ahoy, de helikopter, help! Ik zal jullie zo in veiligheid brengen. Laat mij maar! Wolf, grijp er! Ik heb je! Goed gedaan, Sky. Goed gedaan, Rubble. Zuma, we brengen de platvis terug naar zijn plek. Ik surf over zee en red je daarmee. Dat
De platvis ligt weer prima op zijn plekje. Haha, mega magnifiek, Zuma. Oké, watertoren. Hulp nodig? Dank je, mega Robbo. Robbo-hond, ga naar de pier. Mooi. Een verdachte mechanische haai is binnengedrongen in Puplantis en brengt de meerpups en een stad in gevaar. Hij heeft zelfs het beeld van koning Meerpup omgegooid. Mechanische haai? Zoiets heeft burgemeester Hamdinger. Maar wat heeft die daar te zoeken? Laten wij dit uitzoeken en die haai tegenhouden. Daarna zetten we het beeld van koning Meerpup weer terug op zijn plek. Dus voor deze missie wil ik... Sky, jij moet je manta of drone gebruiken om de haai te zoeken. Deze aquapup gaat zwemmen! En Chase, jij moet je net gebruiken om de haai te stoppen zodra we die vinden. Chase zit er onder water bovenop! En Coral, jij moet aanwijzen waar je de haai voor het laatst hebt gezien. Te land of ter zee, ik doe met je mee! En tot slot, Rubble, jij moet je hamerkop gebruiken om het beeld terug te duwen. Rubble is onder water aan de rol! Oké, aquapups is niet te dol! Ik zwem weg van jou, dus je kunt open gaan. Ik pak die parel heus niet, hoor. Hebbes! Au! Het komt allemaal goed. De aquapups zijn er nu. Rubble, daar is het gevallen standbeeld. Wat moet dat moet, dus doe het goed. Rubble, sta klaar om het bot omlaag te brengen. En ik help met het uitgraven. Aan de rol, Ryder. Jongen, wat zou ik daar graag op kouwen? Oh. Oké, Sky. Ryder. Iets dichterbij, Sky. Voorzichtig, Ryder. Oké, kapitein. En hak hem maar. Huh? Het bot is los! Oké, Rubble, breng de kraan maar in positie! Ja, Ryder! Hier komt de kraan! Nog een stukje. Nog een stukje. Ja, je hebt hem! Woehoe! Rubble, trek! Dat bot is niet het enige dat los zit. Ryder, help! Sky, ik ga omlaag met het bot. En dan breng jij kapitein Turbo naar beneden. Wie maar vast, kapitein! Goed werk, Sky. Dank je, Ryder. Oh, het is schitterend. Woehoe, Horatio. François.
Ik heb de perfecte dinosaurusbot. Ik word de paleontoloog van het jaar. Rider, meneer? Goed om te horen, Pups. We moeten Sweetie van Sparks afhalen. Help! En de baan repareren. Dus voor deze missie wil ik... Sky, jij zoekt met je helikopter naar Sparks en redt Sweetie van haar wilde rit. Deze ridderpup gaat vliegen! En Rubble, jij kunt met je wagen en kogeldraaier alle vaten weer rechtop zetten. Rubble's aan de rol! En Rocky... Jij bent de pup die de baan kan repareren. Groen is gaan. Oké, Ridderpups is niets te dol. Paw Patrol! Paw Patrol! Jullie zo snel terug zijn, beschermridders. Sky, heb je al iets gevonden? Tot nu toe geen draak en geen Sweetie. Blijf goed zoeken en meld je hier zodra je iets tegenkomt. Kom, Rubble, we gaan vaten ophalen. Ik schep ze op en zet ze overeind. Wow, wat doen we met deze paal? Ik heb wel iets om het mee te maken in mijn wagen. Weggooien? Tuurlijk niet! Goed gedaan, Sir Rocky en Sir Rubble! Ja, ons is niets te doen! Volgens de kaart ligt de schat hier ergens begraven. Maar er staat niet precies waar je moet graven. Rocky kan helpen. Met zijn metaaldetector kan hij de schat zo opsporen. Inderdaad. Woof, woof. Metaaldetector. Hier moet het zijn. Recht onder onze pootjes. Volgens mij zie ik een kist daar beneden. We hebben de schat gevonden. Ja! Hij zit vast vol met goud en juwelen. Ja, dus hij zal ook wel extra zwaar zijn. Rubble, hijs hem op met je kraan. Goed. Ik zet hem wel op extra power om dit gewicht te tillen. Niet zo zwaar. En ik wil... Rubble, jij brengt met je wagen de jukebox naar het café als wij hem hebben gevonden. Rubble is weer aan de rol. Oké, Paw Patrol is niet te dol. Paw Patrol! Paw Patrol! Paw Patrol!
er zijn, Pups. De kolen liggen overal verspreid. We moeten nu eerst goed blussen en dan pas kan de barbecue beginnen. Dat komt goed. Marshall regelt het. Ja! Woe, woe. Waterkanon! Hè? Hé, hey, ik wil popcorn graag in mijn mond, niet in mijn neus! Dat is beter. Popcorn? Dan kan ik beter even gaan kijken. Wow, de kolen onder deze kolven worden zo heet dat de mais wordt gepoofd. Dat is niet goed. Marshall, je moet ze blussen. Komt voor elkaar. Waterkanon spuit. Mooi. Oh, nog meer gepofte mais. En nog meer. Jongens, help. Oeh, ik zit tot over mijn oren in de popcorn. Dat ben ik dus. Popcorn. Chicoletta. Chicoletta. Oh, Ryder, Chicoletta is verdwaald in een doolhof vol popcorn. Je moet haar vinden. Geen probleem, burgemeester. We vinden Chicoletta wel. Met Chase. Chase, Chicoletta is verdwaald in een doolhof. Ik wil dat je haar met je drone en je warmtedetectiebril gaat zoeken voordat ze begraven wordt onder de popcorn. Popcorn? Dat zie je wel als je hier bent. Chase zit er bovenop. Ruff, ruff. Deze stapel popcorn blijft maar smeulen. Er ligt vast nog ergens een heet kooltje in. Aan de kant! Bedankt, Rubble. Ik had me hier nooit een weg doorheen kunnen eten zonder een filmpje. Of twee. Daar is hij. Ruff, ruff. Spuiten. Ruff, ruff. Klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn, Pups. Burgemeester Goodway en Chicoletta vielen in een gat bovenop de holle hartmesa. Oh nee, hopelijk zijn ze niet gewond. Dat hoop ik ook. Dus voor deze missie wil ik Marshall. Kijk of je haar moet helpen met je eerste hulpuitrusting. Ik ben er helemaal roep, roep klaar voor. Maar hoe komen we op de mesa? Rubble. Gebruik je wagen om een helling op de canyon te bouwen en tegenover de mesa, zodat wij er met de wagens overheen kunnen. Rubble is aan de rol! En Sky, ik wil dat jij boven de mesa vliegt en zoekt naar andere uitgangen. Deze pup gaat vliegen! Oké, Paw Patrol is niet te dol! Bouw nu die helling. Sky, vertel de vliegers dat we eraan komen. Wij springen op de mesa. Zoek dekking achter die grote kei. Een flinke val. Rubble, gebruik je kraan en haal die bank op. Doe ik. Kraan. Oh, Ryder. Woe, we
zaten daar gewoon en... Oh, en het water explodeerde en... Oh, nee! Chicoletta! Wow, goede timing, Everest. Oh, mijn heldin. En die van Chicoletta ook. We halen hier uit, Jake. Rebel, breng die rots aan het rollen. Ik dacht dat je het me nooit zou vragen. Fantastisch! Bedankt, hè. Het was daar een klein beetje benauwd. Oh-oh. Dat klinkt als oude trouwen. Ja, maar er klopt iets niet. Kom mee. Oh, man. Oude trouwen kan niet spuiten als dat gigantische rotsblok hem afsluit. Daarom komt overal water vandaan gespoten. Als oude trouwen geblokkeerd wordt, moet het water ergens anders eruit. Rebel en Everest, kunnen jullie die rots omduwen? We gaan! We krijgen er geen beweging in. Dat rotsblok zit echt goed vast. Hey, ik weet wat. Als we allemaal samen duwen terwijl de geyser uitbarst, geeft het water ons extra kracht. Ja, wat een goed idee, Ryder. Oh, daar gaan we. Dit is tijd, jongens. Ze hebben oude trouwen voor ons gemaakt. Bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan. En vergeet niet, als je ons nodig hebt, flap dan omhoog. Wauw, hoe dichterbij we komen, hoe vervelender het wordt. Daar is hij en hij heeft de jukebox. En de platen. Ruff, megafoon. Burgemeester Handinger, ga aan de kant staan en geef alsjeblieft de jukebox terug. Oh, hier komt het leukste stukje. Hij gaat niet stoppen. In het bos krijgen we hem wel te pakken. Het maakt niet uit waar ik heen rijd. Je weet dat ik altijd jou thuis vind waar jij op me wacht. En als de dag er weer op zit en ik rij op onze oprit, zie dat jij... Wat? Wolven! Ryder, ik hoor nu bluegrass muziek en... Wolvengehuil? Hierheen! Ik geloof dat de wolven de muziek volgen. Burgemeester Handinger, koppel de jukebox los. Dan zullen de wolven u niet meer volgen. Echt niet, want mijn kittenkat miauw miauw plaats zit erin. Want je liet het daglicht aan. Slaap je van mij. Dag mij weer dan. Het is de enige plaat die ze hebben gemaakt. Au! Zulke goede snowboarders. We racen gewoon voor de lol, Alex. Geen zorgen, ik blijf naast je. Echt waar? Bedankt, Chase. Hup, hups, hup! Hup, team Catastrofe! Zorg dat je wint. En 3, 2, 1... Ja! En ze vliegen door de sneeuw! Everest en Rubble op kop! Oh. Woehoe! Te gek! Jullie kunnen het! Ja! Jullie weten wat te doen, Catastrofe Club! Oh!
van een stel pups. Waar bleven jullie nou, slomerikken? Ik sta hier echt al heel lang te wachten. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Fijn dat jullie er zijn, pups. Snuif, het olifantenkalf, is in een gat gevallen. Hè? Ik dacht dat de baby koe een kalf heette. Dat klopt. En baby olifanten ook. Hij is heel erg jong. En daarom moeten wij hem helpen. Dus voor deze missie wil ik... Rubble. Ik wil dat jij je graver gebruikt om een helling te maken naar het gat. Rubble is aan de go! En Chase. Jij gebruikt de haak aan je lier, zodat Snuif hem kan pakken met zijn slurf. En dan leid je hem naar boven. Chase zit er bovenop. Everest, Tracker, kunnen jullie Snuif rustig houden tot we er zijn? Geen paniek, wij falen niet. Ik ben één en al oor. Oké, Paw Patrol is niet te doen. En twee kwispels uithalen. Rubble, ga graven. Kan hij, Snuif? Ruff, haak! Ruff, haak intrekken! Laten we dat gat vullen, zodat niemand anders erin valt. Ga ik doen, Ryder. Gingen de schildpadden door dit rooster onder de weg door en kwamen ze hier uit door die tunnel. Hij zit helemaal vol met zand. Kan je dat weghalen, Rubble? Ga ik op mijn rug liggen als je over mijn buikje aait? En moet ik dan kwispelen? Wat dacht jij nou? Als de tunnel weer open is, hoeven de schildpadden nooit meer over te steken. Graven maar! Oh nee, een heftige storm. Het schip gaat kapseizen. Uh-oh, wat doen de schildpadjes hier zo dicht bij het water? Ik heb ze gered. Waarom breng je die schildpadden nou terug? Ze liepen bijna per ongeluk in het water. Maar daar horen ze juist thuis. In het water? Ja, zeeschildpadden leven bijna altijd in het water. En daarom graven wij een tunnel onder de weg door, zodat ze daar veilig kunnen komen. Oh, dan ga ik ze maar terugzetten. Wacht, Alex. Weet je nog wat Katie zei? De schildpadden aanraken is slecht voor ze. Geen enkel mens of pup mag dat doen. Ze redden het zelf wel. Hup, schildpadjes, hup! Oh, die opening is te klein voor mijn wagen. Maar dan krijgen we de tunnel niet af. Ik zei te groot voor mijn wagen. Maar dat zegt natuurlijk niets over mij. Wuf, wuf. Dus voor deze missie wil ik... Rubble. Jij moet je grijparm gebruiken om het luik van de duikboot te openen. Rubble is onder water aan de rol. En Zuma. Jij moet je kreeftscharen gebruiken om de duikboot weg te trekken van de gul. Klaar voor de start. Word nat. Oké. Aquapups is niet te dol.
Van avonturenbaai. Hi, burgemeester Goodnight. Ik kan zo pas even kletsen, Rubble. Deze dag officieel verklaren tot vliegende badkuipdag. Wat? Dennenbomen? Oh nee! Ik weet één ding van dennen. Die kunnen wel. Prikken! Wow! En alsof alles al niet erg genoeg is, mijn badwater wordt koud. Ryder, neem op, Ryder! Rubble, is alles oké? Okay? Niet helemaal! Wow! Mijn bad vloog weg en nu zit ik vast in een boom. En er zijn takken die breken en ik denk... Help! We komen eraan! Zuma, ik wil dat jij met je boei klaar ligt in het water voor als het bad valt. Sky, ik heb jouw helikopter nodig zodat ik met de kabel Rubble uit het bad kan tillen. Kabo! Willen jullie een oude roestige emmer zien? Ja. Een beetje lager nog, Sky. Hou vol, Rubble. Ik doe mijn best. Wow. Oh, Hibbes. Wow, gast. Maar goed dat daar niemand in zat. Bedankt, Ryder. Rubble's bad vloog best onverwacht. Dus geef hem nu iets dat warm is en zacht. Dankjewel, Jeremy de Geest. Poptrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn, Pups. En goed dat jij er bent, Charger. Er zijn ernstige dingen aan de hand, Pups. We moeten de burgemeester en Chicoletta redden. De grote boom terugzetten, de weg repareren en de boom van Alex. En meneer Porter's café. Wauw, dat is heel veel constructiewerk. Gelukkig hebben we voor deze missie 2 constructie-experts. Echt waar? Wacht, bedoel je... mij? We
Wil je dat ik meehelp? Volgens Rubble ben je een van de beste. Ja, ja, ja! Nu gaan Charger en Rubble ultiem aan de rol! Oké, Paw Patrol is niets te doel! Paw Patrol! Paw Patrol! Rubble en Charger, we gaan eerst de burgemeester en Chicalette helpen. Gaan we doen, Ryder! Grijpen, optillen, verplaatsen. Rustig, nog iets dichterbij. Zo. Nu moet de auto alleen nog ietsje verder kantelen. Oh ja? Hoe dan? Goed gedaan, Chicalette. Mijn arme auto. Mijn vriend Rubble en ik hebben die barrière extra sterk gemaakt. Spinnenkoning, daar kom je echt nooit doorheen. Misschien heeft hij je niet goed verstaan. Rocky en Rubble, geef die spin een koekje van zijn eigen plakkerige deeg. Wipballen vuren! Geniet van de reis! Hij geeft niet op! Het is tijd voor iets dat nog beter plakt. Rubble, ik weet dat je bang bent voor spinnen. En de spinnenkoning is de grootste spin ooit. Maar durf je zo dichtbij te komen dat je die steen van de teerput kan halen? Het is maar een spinnetje. En bovendien ben ik Super Rubble! Niet bang zijn. Het is maar een enorme spinnenkoning. Hier ben ik, spinnenkoning! Het is gelukt, Rubble. Mij krijg je mooi niet te pakken. Goed werk, pups. En nu snel wegwezen. De spinnenkoning komt echt niet meer voorbij dit enorme rotsblok. Goed gedaan, jongens. Jullie zijn echte superpups. Bedankt, Paw Patrol. En vooral jij, Rubble. Wat goed dat je je angst hebt overwonnen. Want zo red je mens en dier op je eigen manier. Oh, bedankt. Nou, Paw Patrol en Rubble Superpip zijn klaar voor actie, Ryder, meneer. Jake en Chase deden onderzoek in een grote grot. Jake kwam vast te zitten met zijn voet en wij moeten hem bevrijden. Rubble, ik heb jou en je drillboor nodig om Jake's voet tussen de stenen uit te krijgen. Rubble is aan de rol! Rubble, hier beneden! Hou vol, Jake! Ik kom je bevrijden! Spinnetje. Braaf spinnetje. Gaat het wel goed daar, Rubble? Ja, alleen een grote enge spin. Meer niet. Misschien is het voor Rubble wel een beetje eng, maar voor Super Rubble is het gewoon een lief, schattig spinnetje. Sorry hoor, spinnetje. Coole move, Rubble. Je bedoelt Super Rubble aan de superrol. Hier om je te redden. Oké, Super Rubble.
trailboard. Het is je gelukt. Ik zit niet meer vast. Rubble? Waar is hij nou? Het spook heeft hem. Ryder. Zo te zien is hij er nog steeds. Maar hij is niet alleen. Niet alleen? Ryder! Blijf janken, Rubble. We komen eraan. Ik... Wacht hier. Schiet op! Oh, nee. Ryder! Zo te horen zit Rubble achter deze muur. Aha! Ryder, help! Ik bedoel, ik was niet bang, hoor. Rustig maar, Rubble. Wauw, een geheime kamer. Cool! Huh? Wat is dat? Dat lijken me... muizen! Dat verklaart je verdwenen lunch. Kijk, de muizen laten de schilderijen bewegen. En ze laten het licht flikkeren. En ze laten deze deur draaien. Ik wist al die tijd dat het geen spook was. Ik snap echt niet waar jullie bang voor waren. Dus er is hier helemaal geen spook? Nee, mijn drone ziet alleen muizen. Heel, heel veel muizen. Een spiksplinternieuw muizenhuis. En dit om het af te maken. Ze zijn echt dol op hun pindamachine. Oh.